Op en rond de terreinen van Lios, op Termien, was er heel wat volk. Mensen met honden. Het kon er niet om liegen. Er was een grote hondenwedstrijd aan gang. Lios organiseert jaarlijks een Agility Weekend. Dat is altijd het tweede laatste weekend van juli. Wij hebben 550 honden per dag die aan de wedstrijd deelnemen. En ze komen zowel uit Vlaanderen, Wallonië en zelfs buitenland, zelfs uit Amerika, Tsjechië, Portugal. Ze hebben hier allemaal deelnemers die daaraan meedoen. Agility is eigenlijk een teamsport van zijn hond en zijn baasje. De hond moet een aantal hindernissen afleggen in een vaste volgorde en in de snelst mogelijke tijd en zonder er fouten op te maken. Elke gezonde hond kan in principe agility doen en vindt het ook fijn. Natuurlijk, als je hoger op wilt en echt competitie op internationaal niveau wil gaan lopen, dan zie je dat er meer en meer bepaalde rassen, zoals bij de kleintjes, de Shelties, en bij de grotere honden, de Border Collies, aan bod komen, omdat die veel getalenteerder zijn. Volgend weekend is hier in Oeteren in de buurt het Europees kampioenschap agility. Met mensen zelfs ook van Japan, van Canada, uit Venezuela. En daarom hebben we hier vandaag op deze wedstrijd ook al heel veel internationale deelnemers die eens komen oefenen met onze Belgische keurmeesters om te ervaren hoe hun parcours opgebouwd zijn. Voor de wedstrijd begint, mogen de baasjes het parcours afstappen en de volgorde van de hindernissen memoriseren. De wedstrijd ging door op niet minder dan 5 terreinen en liep over het ganse weekend.